Gwendolyn Rutte, van harte welkom in ons radiohuis. Goedemorgen. Een klein tikje later dan voorzien, mevrouw Rutte, was daar een goede reden voor? Ja, daar was een hele goede reden voor. En bij mij is dat heel vaak een belangrijke telefoon die te lang duurt. En dan ben ik iets later in de auto. En je weet, één keer in de auto, van Aarschot naar Leuven, dan is het een ramp. Dat is wel waar. Hebben de studenten nu hier buiten een beetje met rust gelaten? Maar ze waren nog plezant. Ja, we hebben selfies getrokken. Nee, het was wel tof. Dat is goed. We zijn hier om u nog een beetje beter te leren kennen. Veel mensen kennen u natuurlijk wel al als de voorzitter van Open VLD. Nu ook burgemeester van Aarschot. Het is een rol die erbij komt of maakt het voor u niet zo'n heel groot verschil? Ja, het is eigenlijk wel een beetje een droom die werkelijkheid wordt. En het is vaak een cliché in de politiek, maar ik heb het echt wel zo gevoeld. Het is mijn stad, ik ben er opgegroeid, naar school gegaan. Mijn vrienden wonen er, mijn man heeft er een zaak, mijn ouders. En als je dan zo'n stad mag leiden met een fantastische ploeg, ja, dan voel je ook wel, politiek gaat heel vaak over grote dossiers, het klimaat vandaag, de economie, jobcreatie. Maar in een stad gaat het ook vaak over mensen en over kleine dingen en dingen die je kan verwezenlijken. En daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, absoluut. Had u het als kind ooit gedroomd? Of waar droomde u van als kind? Wat wilde u toen graag worden? Niet van beroep. Maar ik ben wel iemand die heel vlot praat. En dat deed ik waarschijnlijk nog wel meer toen ik klein was. Toen zeiden ze vaak van, die babbel staat nooit stil. En er werd wel eens gezegd van, die zal wel in de politiek gaan. Maar ik dacht dat het eigenlijk veel verder van mijn bed was, dat dat niet kon. Ik heb wel een opa die burgemeester was, maar in Kessenig, in Limburg, een kleiner dorp. En ik heb dat ook nooit meegemaakt, want hij is ondertussen ook overleden. Maar ik kende die verhalen wel van vroeger, dus het betekende wel iets, zo burgemeester zijn, ja. Als we eens kijken naar het leven naast het burgemeesterschap en naast de politiek. Is er het nog? Ja, u mag het zeggen. Er blijft zeker tegenwoordig niet zo heel veel tijd meer over. Nee. Ik had ergens gelezen dat u graag wat weer wil gaan joggen, gaan lopen. Ja. Hoeveel kilometer hebben we al gedaan in 2019? Nul. Ja. Het is niet makkelijk om de tijd te vinden uiteindelijk, hè? Ook een gezin. Dat ben daar eerlijk in, maar ik heb ook een excuus. Hè. Je moet altijd ook een goed excuus hebben. Ik ben gevallen met de eerste ijzel. Echt heel erg dom, onderuit, kniepijn gedaan. En alle goede voornemens, te spijt is het dus nog niet gelukt. Blijven gaan, blijven proberen. Ja. Blijven proberen in 2019 is nog lang natuurlijk. Hè. 2019 zal ook een jaar zijn waarin we met z'n allen weer naar de stembus trekken. Hè. In mei gaan we weer stemmen. Betekent dat u tot dan uw burgemeesterschap een klein beetje op een lager pitje moet zetten? Omdat u natuurlijk ook de kapitein van het schip van Open VLD bent. En dat die rol u meer zal naar zich trekken. En dat het burgemeesterschap even op een waakvlammetje staat. Nee, toch niet. Ik doe alles wat ik doe voor 200%. Ik ben nu ook nog geen burgemeester. Ik ben er nog op aan het wachten. Maar als ik kan starten, dan doe ik dat natuurlijk niet alleen. We starten met een ganse ploeg. Open VLD, maar ook SPA en N-VA zitten mee in de coalitie. En dat zijn stuk voor stuk mensen die allemaal evenveel zin hebben om erin te vliegen. En ik heb ook gezegd, ik wil hier een coach zijn. Maar zeker niet iemand die denkt dat hij alles zelf moet gaan doen. Je moet mensen ook de kracht geven. Ze zijn ook verkozen om met hun eigen ideeën te komen. En dat team mogen aansturen. Ja, dat zal ik met volle kracht doen, ja. Over die verkiezingen, mevrouw Rutte. Ik ga geen negatieve vragen stellen vandaag. Dat in geen geval. Maar ik ga het positief dragen. Ja, absoluut. Stel, u bent er weer bij in de regering. Is er dan al een partij of een persoon waarvan u zegt, die wil ik er graag zeker ook bij. We gaan niet praten over die sluiten we uit, maar die wil ik er zeker wel bij. Met wie kan u het extreem goed vinden tegenwoordig? We hebben een hele goede ploeg zelf met Open VLD. En zeker iemand met wie ik een goede tandem heb, een tandemvorm, is Maggie de Blok. Ook van Vlaams-Brabant. Wij zijn, hoe moet ik dat nu zeggen? Een tandem. Twee sterke vrouwen, denk ik wel, die elkaar zonder al te veel woorden goed verstaan. Maar het is moeilijk om er eentje te noemen, hè. Snap ik absoluut. Ja, heel veel mensen met wie ik goed kan samenwerken, ja. Er gaan vandaag nog wel wat liberale burgemeesters langskomen. Wat mag ik hen nog zeggen van hun voorzitter? Welke boodschap mag ik nog doorgeven? Wel, ik vind, als je in het leven iets doet, en zeker als je de kans krijgt om een stad of een gemeente te leiden, doe het dan met volle goesting. En met een hart voor de mensen van je stad en je gemeente. En dan komt het altijd goed. En dat mogen ze in Aarschot van u verwachten. Absoluut, ja. Dank u wel. Dank u wel. Fijne ochtend.
toch nog even terug bij, mevrouw Rutte, want ik ging het bijna vergeten. U hebt een boekje meegebracht. Ja, De Kleine Prins. Ja, dat verhaal betekent voor mij heel veel. Ik heb dat leren kennen in de Franse les met een hele goede leerkracht Frans, mevrouw Swine. En toen moesten we dat lezen in het Frans. Maar ze zorgde er ook voor dat het niet alleen een oefening Frans was, maar dat het vooral een levensles was. En er staan hier zoveel dingen in die je moet weten over mensen, de kleine onhebbelijkheden van mensen, maar ook de grote lessen van het leven, dat ik er heel vaak naar teruggrijp. En betekent best wel veel voor me. U blijft het herlezen. Ik blijf het herlezen. Ik heb het ook in het Frans, maar ook in het Nederlands. En ik probeer het ook wel aan mijn kinderen door te geven. En af en toe gebruik ik wel eens als er iemand iets mooi meemaakt, trouwt of een kindje krijgt, maar ook andere gebeurtenissen, er iemand overlijdt bijvoorbeeld, gebruik ik er wel wat zinnen uit. Precies omdat je er zoveel kracht kan uithalen.